Frits, vandaag heeft de VVD het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Jij hebt het gelezen? Ja, ik heb het programma gelezen. Het programma met de titel Zeker Nederland. Het is een lijvenprogramma, bijna 100 pagina's. Maar niet dat je nou zegt het is heel vernieuwend en verfrissend en heel ambitieus. Het is eigenlijk zoiets, heeft zoiets van, ja, we moeten gewoon doorgaan. Maar geen grote hervormingen, geen grote ambities, geen experimenten. Nederlanders moeten nu gewoon een beetje kunnen profiteren van het herstel van de afgelopen jaren. Maar we gaan nu eigenlijk niet meer lastigvallen met grote nieuwe maatregelen. Wat waren de verrassendste dingen die jij las in het programma? Nou, heel verrassend is het eigenlijk niet. Misschien het woord hypotheekrente komt er na decennia lang niet meer in voor in dit programma. Maar ja, daarvan zegt Mark Rutte, daar willen we ook niks aan veranderen. Dus waarom zou je dat allemaal weer opschrijven? Hier daar kom je wat dingen tegen als, dat was wat te verwachten, extra geld voor defensie, extra geld voor de veiligheid. Maar geen grote ambities als het gaat om nieuwe zorgplannen, als het gaat om de werkgelegenheid, weer allerlei nieuwe dingen. Kortom, het is vooral een beetje uitdrijven met dit programma voor de komende jaren. Maar wat de VVD wel wil met dit programma is mensen gewoon een goed gevoel geven, optimisme uitstralen. Dat is eigenlijk de boodschap van deze 100 pagina's. Ik noem het even gestolde ambitie. Is het een programma waarvan je vindt dat je veel van Rutte terugleest? Ja, het is hem eigenlijk op het lijf geschreven. Mark Rutte die van zichzelf vaak zegt, ik ben niet iemand van hele grote ambities, hele grote plannen, daarvoor moet je bij mij niet aankomen. Het past gewoon bij Rutte. Hij wil alsnog een keer premier worden. De VVD hoopt dat mensen het nog een keertje gunnen. Hij wordt echt ingezet als premier, als het boegbeeld van de partij voor de komende jaren. De premierbonus incasseren, zo wordt het in Den Haag wel genoemd. Daar is dit hele programma op gericht. Maar het is wel een programma van, jongens, geen grote verbouwingen, boormachines uit huis, stijgers weg. Nu gewoon met z'n allen rustig op de bank gaan zitten.